Welkom. Welkom in de stad Schouwburg. U bent vandaag getuige van een experiment en u maakt daar ook onderdeel van uit. Hoeveel clichés kan de discussie rond de zorg nog aan? Vroegen zorgverzekeraars Nederland zich af in pagina grote advertenties in de kranten? Wat mij betreft niet één. Want clichés zijn niet alleen hardnekkig, maar ze staan ook een verstandig gesprek in de weg. Mag ik u dan voorstellen aan Alexander Rinoy-Kan. Scherpe denker, houdt van de magie van de zuivere wiskunde en van optische illusies. Kijk maar naar die lamp. Hij doet het niet, maar hij staat er wel. Is buitengewoon geïnteresseerd in de spanning tussen hoofd en hart. Hij is vandaag de man die luistert en denkt en daar conclusies aan verbindt. Goed, dan kom ik bij de debaters. En dan begin ik bij Wim van der Meren. Voorzitter CZ, met een passie voor betere en betaalbare zorg. Marcel Levy, voorzitter Raad van Bestuur AMC. Internist die één dag in de week patiëntenzorg doet. Carina Hilders, een moedige arts. Iemand die durft te zeggen waar het op staat en nee te zeggen. Marcel Olderikert, dan ga ik die kant op. Geriater haalt het citaat van George Bernard Shaw aan. You don't stop playing because you grow old, but you grow old when you stop playing. Dianda Veldman, pas 2,5 maand aangetreden als directeur van de Patiëntenfederatie NPCF. Vaak hebben mensen die net nieuw ergens binnenkomen de frisse blik van een kind met de daarbij behorende ideeën. The floor is ours. Ja, dat ziet er wel iets beter uit dan 3 maanden geleden. Wat ziet er beter uit? Het bloed. Wat doet u nu? Ik lees. Ja, maar we hebben toch een consult? Ja, nou, zo ervaar ik dat niet. U zit de hele tijd te lezen. Ik zou niet weten wat. Ik neem aan. Mijn ziektegeschiedenis, dat zou ik ook wel willen lezen. Bij gebrek aan beter lees ik even dit boek. Tot u uitgelezen bent, dan heb ik ook wat te doen. Ik weet gewoon wat voor u het beste is. Kijk, ik wil u best met u overleggen als ik bepaalde behandelingen voorstel. Maar dat u mij gaat vertellen wat ik moet doen, dat gaat me echt te ver, zeg. Dat zeg ik niet. Ik heb het alleen maar over meedenken. Ik geloof dat het geen kwaad kan, maar ik zie er ook geen heil in. Het is helemaal niet zo makkelijk om slechte berichten over jezelf te lezen. Heeft u een slecht bericht? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Ja, dat zei u wel. Ik hoorde het u zeggen. Slecht bericht. Ja, het ziet er inderdaad niet zo best uit. Nou, dat had ik nou veel liever thuis gelezen. Niet hier. Niet bij u, doktertje. Ik mag niet eens mijn eigen dossier inkijken. Ik vind het zo bespottelijk. Het gaat toch om mij? Het gaat toch over mij? Ik weet niet of je het mee mag nemen naar huis. Maar je mag het in ieder geval lezen. Meelezen. Het is gewoon een patiëntenrecht, hoor, dat je dat mag inkijken. Hè. De dokter hoeft dat niet naar je toe te sturen of zo. Maar als je erom vraagt, dan moet hij dat gewoon laten zien en je mag ook een kopie vragen. De richtlijnen, daar moeten wij het niet van hebben. We moeten het van de dokter hebben die luistert hoe we in elkaar zitten en die naast de medische aandoeningen ook oog heeft voor de context. Dat is denk ik de patiënt centraal. En daar moeten we ons niet gek door laten maken. Want het is belangrijk dat inderdaad de rust gecreëerd wordt om echt contact te maken met die patiënt. Want echt contact wordt gevoeld door de patiënt zelf, maar ook door de zorgprofessional. Ik schrok een beetje dat die mevrouw die nu weggelopen is, zei dat ze niet, ze wil alles weten, maar ze wil niet weten of ze iets misschien heeft. En dat is wel de realiteit. Soms heb je iets misschien of misschien niet. Dus of je kiest ervoor dat je zegt, geef mij mijn informatie, maar als het zeker is, dat vind ik best. Ja. Maar dat is strijdig met het idee dat je altijd alles onmiddellijk integraal wilt weten.
Een patiënt is uiteindelijk toch ook een consument, een cliënt van een systeem. En je zou verwachten, en misschien eigenlijk wel hopen, dat er een soort consumentenbond zou zijn die zich in ieder geval het collectieve lot van patiënten aantrekt. We zijn eigenlijk allemaal heel verbaasd en we vinden het eigenlijk ook verdomde jammer dat je ermee stopt. In je ontslagbrief geef je te kennen, even kijken waar het staat. Ja, geef je te kennen dat je niet meer kunt en wilt werken met de absurde hoeveelheid regels. Kan je me dat uitleggen? Rob. Jij bent een van onze beste specialisten. We willen je absoluut niet kwijt. Hoe kan je nou zo'n carrière weggooien? Dat doe je toch niet zomaar? Zomaar? Nou ja, we vinden het allemaal verdraaid, onverwacht, impulsief bijna. Ja. Rob, zo'n carrière, die zeg je toch niet zomaar op? Ik vind het geen handige move van je. Op deze manier gaat jouw hele carrière naar de kloten. En anders, ik wel, Isabel. Nou. Ja, wat sta je daar nou? Nou, ik moet wat vragen invullen en dat doe ik. Ik vroeg jou, nee, maar precies, je bent weer aan het invullen. Ik vroeg je gewoon hoe lang het geleden is dat jij nog artsenwerk hebt gedaan. En daar krijg ik geen antwoord op. Ik vraag mij werkelijk af, Isabel, of jij je überhaupt nog arts kunt noemen. Nou, ga je echt te ver. Helemaal niet. Praten, manager en praten. Regels maken. Je belangrijk voelen met de wetten, de normen en de richtlijnen. Alleen maar om de zorg te innoveren. Maar je bent alleen maar met je hoofd bezig. En niet meer met je hart, niet meer met je intuïtie. Ja. Niet meer met je, noem maar het gewoon maar, boerenverstand. Ja. Ik klaar op? De mens achter de patiënt is heel ver achterop geraakt, Isabel. Kijk, als we nou eens een keer origineel moeten denken, moeten we misschien toch eens een keer grenzen stellen aan de transparantie. Want als we dat niet doen, dan moeten we alles opschrijven. En daar wordt iedereen dus gek van. Ik ben het helemaal met Wim eens, zo wordt het vertaald. Hè, transparantie betekent nog meer lijstjes, nog meer scores, nog meer dingetjes, nog meer alles invullen, vinken. Alles helemaal picobello in de computer in te voeren. En dan zijn we transparant. Wat we dus niet zijn, want de verwarring neemt alleen maar toe. Dus ik ben er ook voor. 2015 is bijna afgelopen, dus we zijn even af van de transparantie. 2016 is gewoon het jaar dat niemand geïnspecteerd wordt. Want we hebben namelijk vertrouwen. Vertrouwen in het feit dat die mensen het goed willen doen. Oké. Ik heb dit puntje gemaakt, maar ik moet weer door. Oké. Ja. Heel veel van die regels, die worden door de dokter zelf gemaakt. Dus het is niet alleen maar het idee dat zij heel veel regels oplegt. Heel vaak zijn het de instellingen, de beroepsgroepen, die zelf ook heel veel regels opstellen. Oké, dus we zeggen gewoon het jaar van het vertrouwen, bullet point 1, verenigingen gaan zelf even door al die lijstjes heen. Weet je moet een beetje van de jijbak en van de schuld bij de ander leggen. Als je iets minder aan regels wil doen, dan moet je echt ook altijd bij jezelf beginnen. Ik zal je één voorbeeld geven. Er is echt een heel mooi onderzoek gedaan onder verpleegkundigen die ook heel veel regeldruk ervaren. En wat noemen zij dan als ze het hebben over regeldruk en over regels? Het feit dat dokters voortdurend andere dingen willen. En dat zij voortdurend achter die dokters aanlopen om op te schrijven wat precies bedoeld wordt. We zijn eindelijk op weg, zeg ik, dat we op het punt van performance, uitvoering en op uitkomsten een beetje duidelijkheid krijgen. Waardoor je inderdaad dat vertrouwen kan verdienen. Bij de bank moesten ze vroeger ook alles administreren. Nou, dan hebben ze gewoon gezorgd voor goede systemen. Kijk hoe makkelijk het is. Kan je vanuit huis bankieren, heb je niemand aan de balie meer voor nodig. Dat kan in de gezondheidszorg ook gebeuren. Word je heel even getriggerd door dat aan de bron. Hè? Want weet je wat dat in het echt betekent aan de bron? Dat ik het allemaal in moet vullen. Ja. In mijn spreekkamer. Dat betekent registratie aan de bron. Dat is... Maar je moet toch gewoon dossier houden, Marcel? Ja, natuurlijk doe ik dat. Maar als je een beetje intelligent dossier houdt, je weet het goed in te delen, dan komt daar toch een hele hoop goede informatie uit. Ja, en dan moet ik ook invullen dat de patiënt mij op de poli is gewonnen en dat de dot zussen me zo is geopend. En dat maar dan dot moet daar toch uit afgeleid kunnen worden, dat kan slimmer. Dat wordt allemaal niet afgeleid. Misschien moet je ook eens nadenken. Welke verrichting is Oké, mannen, er is een vrouw aan het woord hier. Ja, dames en heren, regeldruk, regelgeving. Iedereen is voor de patiënt centraal en iedereen is ook tegen regeldruk en regelgeving. U hebt het weer
gehoord. Die transparantie. Iemand zei een keer tegen mij, als alles helemaal transparant is, zie je ook helemaal niks meer. En dat is ook een diep inzicht. Ik ervaar het helemaal niet zoals een poging tot transparantie. Ik denk dat we het vooral ervaren in de praktijk, u allen op uw eigen manier, en zeker dit gezelschap, als een steeds intensieve registratie, een steeds nadrukkelijker poging om te meten, ja, wat eigenlijk, om in ieder geval iets te meten wat vastgelegd, wat geregistreerd, wat zichtbaar moet worden. En dat, die poging is eigenlijk aan het vastlopen. Maar dat is toch niet te doen? Dan stel je in op de dood en dan stel je weer in op het leven en daarna weer op wat minder lang leven en dan weer op iets langer leven en dan nu uiteindelijk 3 maanden. Die doktoren denken dat we van stopverf zijn gemaakt. Maar die experimentele behandeling, dat klonk toch wel hoopvol. Hoe bedoel je? Nou, wat die arts zei, dat ze de kanker kunnen isoleren. En dat je dan medicijnen krijgt die weliswaar nog niet op de markt zijn, maar die wel al in laboratoria succesvol getest zijn. Ja, maar dat moeten we niet doen, Leonie. Daar hang ik de helft van de tijd boven de wc-pot. Dat is toch geen leven, hè? Nou, dood zijn ook niet. Nee, maar luister, weet je, we moeten het beste maken van de tijd die we nog hebben. Die dames en heren, doktoren, die kunnen nog zeggen wat ze willen, maar ik wil niet meer zo ziek zijn, gewoon. Dood ga ik toch, of het nou na 2 maanden is, 3 maanden, 1 jaar, 2 jaar, weet ik veel wat. We moeten een keer accepteren dat genoeg genoeg is. Die artsen die rekken dat leven maar. Natuurlijk, daar zijn ze voor opgeleid, maar alsof de lengte van het leven het allerbelangrijkste is. Ik denk dat de zorg van de partner eigenlijk ook heel serieus genomen moet worden. Dus het is niet zomaar iets van, nou, hij wil het, dus dan gaan we het doen. Maar ik denk dus dat dit soort vragen eigenlijk ook altijd aan de orde zijn in het netwerk van de persoon in kwestie. Maar goed, Nee, hè? Getverdemme, het is toch niet waar, hè? Heb ik dat getverdemme? Dat is helemaal... Meneer Koster, komt die 5 het uit? Is het overleg? Hè? Overleg over de bewoners van het huis? Ik ken er niks van, ja? Ik ken er moeilijk vastspijkeren. Nee, toch? Zeg nou zelf, ja toch, nee toch, niet dan, nou dan. Ja, het overleg. Ga je mee nou? Helemaal niet. Ja, ik vond dat helemaal geweldig. Ik heb werkelijk zitten huilen van het lachen. Ik vond het zo ongelooflijk goed. Ja, en dat je ook, dat die ook meedoen in het geheel. En dat het feitelijk een mooi toneelstuk was. De systematiek en de presentatie sprak me enorm aan. Wat mij opviel was dat er heel veel jongere mensen waren. Dat verheugt mij. Ik vond het heel bijzonder dat al die sprekers, al die debaters, dat die bereid waren om hier aan mee te doen. En dat die ook het belang daarvan inzien. Je ziet dat er heel veel congressen zijn, seminars en zo. Je kunt iedere dag kun je wel ergens naartoe. Maar dat is een beetje onaardig om te zeggen. Je hoort dan vaak dezelfde verhalen. En ook mensen hunzelfde verhaal vertellen. En wat ik een heel leuk idee vind is om zeg maar, de wereld van de kunsten, het toneel daarin in bij te betrekken. Omdat dat op een wat andere manier zicht geeft op de zorg. Ik ben Marcel Davy, ik ben internist en ik ben voorzitter van het bestuur van het AMC in Amsterdam. Maar dit format was heel anders. Ik denk dat mensen op een gegeven moment toch wat ontspannen raakten. Wat sneller dan gebruikelijk bereid waren om even met elkaar mee te denken, naar elkaar te luisteren. Niet alleen onderhoudend, maar ook bij het onderwerp bepalend. Dus die combinatie vind ik wel heel erg goed. Mijn naam is André Rauvoet en ik ben hier op uitnodiging, maar ik werk voor Zorgverzekeraars Nederland. Sleutelspelers in de zorg uit hun comfortzone halen en tot andere gesprekken vond ik wel interessant. En dat blijkt ook wel. En de spelers in de zorg moeten niet echt toneel spelen, maar zitten toch op een andere manier met elkaar te praten dan ik normaal gesproken de hele week meemaak. Ja, het was wel spannend, want we waren op niets voorbereid. We wisten alleen 3 onderwerpen. En dan wordt er een groot appel gedaan op je improvisatievermogen. Ik denk dat het ook wel gelukt is. Ik vond de discussies bijzonder. Maar ik denk dat het aardig is om te kijken hoe het nog beter kan. En ik hoop ook echt dat dit concept met die acteurs en met de duider en met mensen uit de zorg die erover debatteren, dat het op verschillende plekken in het land uitgevoerd wordt.